In deze video laat ik jullie zien hoe je onder je weef of pruik kan vlechten, zodat je ook deze resultaten kan bereiken. Dus ben je benieuwd? Blijf dan vooral kijken. Waar ik mee begin, ik had mijn haar dus gewassen. Ik weet niet meer of ik het gewoon had gewassen met een co-wash. En daarna had ik het gevöhnd. En nou ja, het belangrijkste hiervoor is dat je wel gewoon een kam hebt waar je goede scheidingen mee kan maken. Ze hoeven niet perfect te zijn, maar dat je wel gewoon een beetje eigenlijk ook aan het oefenen bent. Want niemand ziet natuurlijk dit haar wat eronder zit. Maar zorg wel gewoon dat je een beetje kan oefenen met je scheidingen maken en zo. En wat je net nog even voorbij zag komen was mijn Shea Butter Mix. Ik heb daar ook een video van, dus die link ik ook hieronder in de beschrijving. En hierboven ook nog eventjes, zodat je die nog kan bekijken. Ik vind het zelf altijd fijn om mijn haar ook een beetje anders te verdelen. Dus dat ik niet alles per se naar achter vlecht. Maar dat ik ook nog een strook opzij doe. Vaak doe ik dat ook nog aan de voorkant, maar dit keer niet. Omdat ik ook een beetje afwissel vaak. Aan de achterkant laat ik dus een strook over die ik opzij kan vlechten. Zodat er ook minder spanning aan de achterkant zit. En wat ik ook zelf heb, ik merk vaak dat ik heel wat vezel vang. Helemaal achterin mijn haar, ik weet niet waarom. Maar om dan ook weer knopen en zeg maar klitten te voorkomen, dan vlecht ik gewoon één vlecht. Zo, en dan is het meestal ook wel gewoon goed, weet je. Niks zit dan strak en ik heb dan ook weinig last van vezel en van alles. Nou ja, ik vlecht mijn haar niet per se heel dun. Het was meer van, het moet gewoon vastzitten. En zoals ik al zei, de scheidingen hoeven niet perfect te zijn. Maar we zijn gewoon aan het oefenen. De Shea Butter Mix, dat is trouwens iets dat ik gebruik. Vooral als ik vlecht. Omdat mijn haar dan vaak een week, 2 of misschien 4 weken in dezelfde positie zit. Van er gebeurt vrij weinig mee. Vaak doe ik niet eens een olie nog. Dus misschien, ik weet niet of dat de beste methode is. Ik weet niet eens of ik jullie dit moest vertellen. Maar met die shea butter of gewoon een andere vet vind ik dat mijn haar gewoon goed vochtig blijft, wou ik zeggen. Noem je dat? Goed verzorgd blijft onder dus die weef of onder die pruik. Dus je kan natuurlijk gewoon een olie gebruiken of wat voor jou werkt. Maar ik ben meestal wel gewoon van een vet. Zodat ik gewoon weet dat mijn haar goed, hoe wil ik dat vochtig zeggen? Zodat ik gewoon weet dat mijn haar goed verzorgd blijft, weet je. Want je komt er niet heel makkelijk bij als het onder weef zit. Of als het onder een pruik zit die helemaal vastgenaaid of vastgeplakt zit. But anyways. Nou ja, hier heb ik dan de helft al gevlochten. En het duurde wel even. Want voor jezelf vlechten, het blijft gewoon een uitdaging. En ik zag het hier gewoon even niet meer zitten. Ik was gewoon kapot. Moe, mijn schouders deden pijn, mijn handen deden pijn. Ik had er gewoon geen zin in. Maar ja, ik was al begonnen, dus ik kon het moeilijk zo laten. En denk er ook om dat als je je haar gaat kammen, dat je wel echt bij de puntjes begint en dat je gewoon de tijd ervoor neemt. Zodat je niet zomaar je haar breekt en dat het gewoon in goede staat blijft, weet je wel. Iets waar je ook nog even aan kan denken is dat je moet natuurlijk wel zorgen dat je haar zo plat mogelijk eronder zit. Was mij misschien niet helemaal gelukt. Maar je kan beter wat kleinere vlechten doen dan dat je dit heel strak gaat vlechten voor jezelf. Want ja, als je het eenmaal strak vlecht, dan trek je ook weer erg aan je eigen haar in. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn, want zo zorg je ook weer voor uitval en al die dingen. Maar ja. Je moet ook gewoon even opletten welk model bij jou past en wat voor jou werkt. Want ik moest hier bijvoorbeeld ook 2 vlechten in 1 doen. Omdat mijn hoofd gewoon een beetje anders loopt. Maar dat zeg ik. Gewoon een beetje kijken en proberen. Dan kom je er wel uit. Dit is wat er ongeveer uit is gevallen. Of tijdens het kammen uit is gegaan. En nou ja, wat ik al zei. Mijn haren zijn niet helemaal perfect mooi en netjes gevlochten. maar het zit vast en dat was het belangrijkste. Oké, en dit was mijn weave. Ik heb geen video hiervan opgenomen, want mijn zus had eigenlijk mijn haar voor me gedaan. Maar als jullie geïnteresseerd zijn in nog zo'n video, laat me weten. Laat een berichtje hieronder achter en dan maak ik die nog voor jullie. Maar dit was het. Bedankt voor het kijken. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En jullie zien mij de volgende keer weer.